Nok. Opbouw door Den Turk en de overname door Feyenoord, maar Thomasson er niet aan. De openingsfase met een goede beweging van Eman. En een schot dat ruimschoots voorlangs gaat, maar wel het eerste schot van de wedstrijd is. Frenkel. Gordé. Moet jij doen? Roelofsen met Konterman in de rug. En de bal gaat goed rond bij de Graafschap tot bij Raza. En daar is heel makkelijk het doelpunt van Roelofsen. De zesde minuut en een donderslag bij heldere hemel voor Feyenoord. Verbaasde gezichten bijna op de tribune dat dit allemaal kon. De paas van achteruit op Raza. En een makkelijk karwei voor Roelofsen om zijn rentree met een treffer te bekronen. Calou en Tininho. Maar dan. Van Gastel. Van Gommel. Thomasson. Van Gommel komt. En Van Gommel mag komen. Olieslager raakt de bal goed. Van Gommel, en op zich is het merkwaardig dat Van Gommel dan komen mag. Terwijl Raza toch kijkt wat er gaat gebeuren, handelt hij niet. Gelukkig voor de Graafschap, Olieslager wel. Calou, aangepakt. Maar het spel mag door. Roelofsen pakt aan. En nu pakt Bosveld aan. Het spel mag weer door, want het is voordeel. De bal is bij Eman. En Eman die heeft er zin in. Godé. Frenkel. Gefloten tegen Van Gommel. Durek heeft het muurtje waar hij wilde. Eman. En de treffer door Redeker, de mee opgekomen verdediger. Het is een wonder binnen 11 minuten. En Durek vraagt zich af hoe dit gebeuren kan. Beenhakker en Meijer even zo. De vrije trap van Eman. En in dit geval van Gommel die niet op tijd is. Als Redeker het hoofd onder de bal zet. Calou, goed weggedraaid. En nog eens goed weggedraaid tegen Nok. Calou gaat neer, strafschop. Siloy wil dat Calou geel krijgt. Maar hij zou beter moeten weten. Calou met Nok. En Siloy houdt niet of nauwelijks vast. Calou gaat inderdaad handig liggen. En incasseert de penalty. Van Gastel scoort. En het is 2-1. Kroes. Goed geblokt door Redeker. Maar dan nog Pauwe. Bosveld. Mooie redding, Olieslager. Frenkel doet de rest. Precies 20 minuten gespeeld. Kroes, Thomasson. Kroes, hier is zeker niks aan de hand. Dat vindt de scheidsrechter ook. En nu wordt het tijd om te fluiten. Wat deed Kroes daar? Het wordt met de mantel der liefde bedekt. Kroes heeft nu even geen directe tegenstander. Redeker wacht hem op. Het schot is vlammend, maar te pareren voor Olieslager. Derde hoekschop door Van Gastel. Vrije kopkans voor Konterman. De Graafschap moest beter weten.
Van Gommel. Vijfde minuut sinds de rust. Verder onzichtbare Thomasson verspeelt de bal aan Raza. En die is er als een razende vandoor. Raza 3-1. Raza wordt het duvel niet bang vandaag. Ook niet voor Van Gommel. Ontfutselt de bal aan Thomasson. Gaat Van Gommel voorbij. En dat is al een verdienste op zich. Dit schot daarachteraan is een verdienste daaroverheen. Ponterman, Bauer. De tweede helft is ruim 8 minuten oud en het verhaal van de ezel doet op geld. De ezel die zich 2 keer aan dezelfde steen stoot. Nu gaat Kroes neer en komt er geel voor Redeker. Die daarmee een schorsing tegemoet kan zien. Van Gastel schiet. En schiet raak. Dat is toch knap, want iedereen weet dat het gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Maar niemand kan het voorkomen. Cairo, Van Gastel, Pauwe. En voorlangs bij alles en iedereen. Jondaal Thomasson, vrijwel onzichtbaar in deze wedstrijd tot nu toe. Wordt nu helemaal onzichtbaar, want vervangen door Henk Vos. Eerste bal in de richting van Vos. Het had een zondagschot kunnen wezen. Cairo verliest de bal aan Frenkel. Daar is Roelofsen weg van achter Konterman vandaan. Dudek brengt hem ver genoeg uit de koers. Bosveld, Kroes. De Jong goed weggehaald voor Vos vandaan. Raza wordt door Van Gastel neergehaald. De kaart wordt al uit de borstzak gehaald. Het spel mag door. En dan komt daar de gele kaart voor Van Gastel. Dat is duidelijk. En Van Gastel kan een schorsing tegemoet zien. Dat is ook duidelijk. Bosveld. Olieslager. Kroes die doorgaat. En die gebaart dat hij niks deed. Daar zal Redeker anders over denken. Maar Kroes plant wel de elleboog in de rug van Redeker. Bauer. Vos. Kroes. Korneev. Korneev. En Korneev scoort. En 8 minuten voor het eind van de wedstrijd is het 3-3. En weer blijkt Korneev, zoals al een aantal malen eerder, een superjoker. Van 16 meter, min 2 decimeter. Feyenoord gaat nog voor de volle winst en krijgt daar de gelegenheid toe. En die komt er heel snel door het doelpunt van Cairo. Nog geen 100 tellen na de gelijkmaker. De dreun voor de Graafschap door de treffer van Cairo. Siloy. Terpijn. Nou, probeer eens tegen Van Gastel aan. Nu zijn er 3 spelers van Feyenoord uit tegen 3 verdedigers. En aan de linkerkant komt er nog één bij. De voorzet van Korneev en de bal teruggelegd op Kalou. Van de lijn gehaald door Vreeman. En nog eens Vreeman. Raza. Komt er nog een bevlieging. Redeker. Uit de doelmond getrapt.
door Konterman. Het zou de Graafschap wel gegund zijn geweest. Maar nu is Kalou weg aan de andere kant. Met Cairo. En Kroes is vrij. En Kroes kan zijn avond nog goed maken. Maar heeft daar geen aanspraak op. Frenkel. Siloy. En nu Kalou. Vreeman kan Feyenoord niet stuiten. Kroes. Teruggelegd door Cairo. Kalou. De doelman Olie Slager. En dan Vreeman op de lijn. Voor de derde keer in de tijd dat hij in de wedstrijd is.